Ik wil eigenlijk ook nog maar eventjes wat zeggen. Ik vind het moeilijk en weet je, ik vind het gewoon het feit dat jullie allemaal hier zijn en wat ik heel bijzonder, als heel bijzonder heb ervaren deze week, dat ik de cliënten allemaal belde, of de mantelzorger, en dat niemand het was vergeten dat we vandaag feest hebben en dat iedereen spontaan zei dat hij kwam en iedereen is er ook. En, dat vind ik gewoon het allerfijnste. Dat is eigenlijk het allermooiste cadeau wat jullie mij kunnen geven. In mijn verhaal, ik heb dus een verhaal, dus ik denk, over 10 jaar moet ik natuurlijk wat vertellen. In mijn verhaal wil ik niet ingaan op de start en het verloop van de zorgboerderij. Ik wil het liever hebben over de warmte en de geborgenheid die hier is. De band met de cliënten, de mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Het bewijs is hier. Bijna alle mensen die mij na aan het hart liggen zijn. Ik heb in die jaren veel Sinterklaasgedichtjes geschreven. En daar ben ik ingedoken. Er lag zo een wereld van 10 mooie jaren voor mij. Ik wil er graag wat anekdotes uitlichten die de geschiedenis van buitenleven vertolken. Dan heb ik het even over de hond Max en over de poes. Dat ze niet gevoerd mogen worden onder het eten. En elke morgen wachten ze op peperkoek. En wij maar roepen, niet voeren Wim, dan is het einde zoek. Wim was wat dat betreft een beetje doof. Hij riep steeds vol ongeloof, mag dat niet hier? Peperkoek is goed voor de mens en ook voor een dier. En daarna liggen Max en de poes heerlijk in Peps armen. Pep kan zich heerlijk aan ze warmen. Even iets over het eten. Er was een cliënt, hij heette Jan. En Jan zei altijd, Jan, je bent een vent. Hij hield niet van gemekker en elke dag een dankwoord na het eten. Kok, het was lekker. Of hoe we zagen dat Piet metselde met het eten. En bij hem de jus specie heette. En dan ineens greep je naar je pijnlijke knie. Je zei dan, het is niks hoor, Pien, die heb ik niet. Maar in mijn kop zit niks meer in. Durm heb ik het koud. Geef me de muts maar.